vast dat de heer Chandrika Prasad Santokhi bij enkele kandidaatstelling is verkozen tot president van de Republiek Suriname. Dat de heer Ronnie Brunswijk bij enkele kandidaatstelling verkozen is tot vicepresident van de Republiek Suriname. Ik aanvaard van hieruit deze uitverkiezing zeer gaarne. Ik aanvaard deze uitverkiezing tot dienstbaarheid aan ons land en volk vanuit het diepe besef dat het hier gaat om een historische opdracht. Ik zal deze historische en bijzondere opdracht trachten waar te maken met ondersteuning van de Almachtige. Ik hoop en ik vertrouw erop dat ik daarbij steeds kan rekenen op ondersteuning en medewerking van u allen, van onze totale natie. Wans ope, tata kamopo, wi museti kondrebo. Dit, meneer de voorzitter, dit is de heilige opdracht waarmee wij de komende 5 jaar elke dag aan het werk gaan. De opdracht om Suriname te verheffen tot de bloeiende natie waar ons volk recht op heeft. Elke dag weer zal ik als president de vraag stellen, draagt wat wij doen bij aan een beter Suriname? Draagt het bij aan de eenheid en de verbondenheid? En draagt het bij aan een rechtvaardiger leven voor onze landgenoten? Dat wordt de nieuwe norm, meneer de voorzitter. Er zal geen ruimte zijn voor corruptie, persoonlijk belang en eigen gewin. We staan met ons land aan de rand van een financiële afgrond. We balanceren op het rand van een internationale default. Er heerst zorg over de vraag hoe wij elke maand de salarissen moeten betalen, medicijnen moeten aanschaffen en onze internationale financiële verplichtingen moeten nakomen. De kas is zo goed als leeg en ik wil dat we dit allemaal goed moeten beseffen. De erfenis, met name de crisis die we straks gaan overnemen, is met geen pen te beschrijven. Naast de gezondheidscrisis door COVID-19-epidemie wisten we al vooraf dat er een grote financiële crisis zou heersen en dat we daar tegen het hoofd zouden moeten bieden. Deze financiële crisis, meneer voorzitter, overtreft elke worst-case scenario die we hadden bedacht. De situatie is vele malen erger dan we voor mogelijk hebben gehouden. Ik ben ervan overtuigd dat we de crisis zullen oplossen. Het gaat ons lukken. Het gaat ons lukken als we dat samen gaan doen. We hebben geen tijd te verliezen. We hebben geen tijd, meneer de voorzitter, voor allerlei spelletjes en politieke trucjes en foefjes. Ik ga daar ook niet aan meedoen. En daar ook geen tijd aan verspillen. Laat dat duidelijk gezegd zijn. Het is nu tijd om als volwassen mannen en vrouwen samen te werken om het land uit de crisis te halen. Om het land weer op te bouwen. Om onze kinderen en kleinkinderen een goede toekomst te geven. Dit is de oproep die ik vandaag doe aan ieder. Ik begon met een voor mij inspirerende regel uit ons volkslied. Wie moet zitten kondre boom? En meneer de voorzitter, dat is precies wat we gaan doen. We zitten samen. We zitten samen. Inderdaad, het zal geen gemakkelijke job zijn, dat ik er alles vanaf weet. Maar het is te doen als we inderdaad gezamenlijk de schouders onder het werk zetten. Laten we alles even goed afsluiten. We hebben wat robbertjes gevochten hier. En
Laten we daar allemaal zand over gooien. Dit is een nieuw begin. Laten we met deze nieuwe intenties in het belang van ons volk, want dat is ons werk, in het belang van ons volk, laten wij dit aanvaard hebben, dienend zijn in het geheel. Nogmaals, sterkte, krachtie, God zij uw leidsman.